Boswachter Guus van Oostwaard werkt al meer dan 35 jaar bij natuurmonumenten en kent het gebied op zijn duimpje. Tussen de graskaren en de vaart en de vlieten, daartussen liggen de vlietlandjes. Die vlietlandjes zijn eigendom van natuurmonumenten. En deze vlietlandjes zijn eeuwenoude hooilanden. De bloeitijd van deze vlietlandjes begint in maart. Dit is een foto uit maart, van op dus ongeveer dezelfde plek van dit landje. Je ziet dus de dotterbloemen en de pinksterbloemen staan en de kartelblatten, orchideetjes. Later in het seizoen krijg je de koekoeksbloemen er allemaal bij. Ja, dan heb je geel en een beetje die rozige kleur. Die koekoeksbloemen staan nu ook nog hier overal nog wel in bloei, maar ze zijn al op het eind van hun bloeitijd hoor. Het landschap is elk jaar een beetje anders. Zo beïnvloedt ook de aanhoudende droogte de bloemenlandjes, hoewel het grondwater redelijk op peil is. Je merkt toch dat door de droogte, door de droge lucht en dat er geen regen valt, dat dus deze moerasplanten, ze hebben dus minder bloemen. Ze blijven wat lager, ze zijn ook wat eerder uitgebloeid. Je merkt wel dat ze het er moeilijker mee hebben als dat het echt zo'n lekkere natte lente is die we vroeger wel eens hadden. Wie een wandeling gaat maken, kan ook vogels tegenkomen, zoals de putter en de karakiet. De vlietlanden worden ook gebruikt door de weidevogels. Je hoort nu ook wat roepen, dat was net een tureluur. Maar gelukkig hebben we altijd de foto's nog. De weidevogels zijn de grutto's, dat is deze. En de kieviet, die kennen ook de meeste mensen wel. De scholexer, dat is die met een rode snavel. En de tureluur, dat is het grijze vogeltje met die rode pootjes. Eind juni begint Natuurmonumenten met maaien, zodat het gebied volgend jaar maart weer in bloei staat. Wandelaars kunnen routes vinden op de website van de organisatie.